Een belangrijk onderdeel in aanloop naar de Shell Eco-marathon is het testen van de auto. Het team van de TU Delft doet het vandaag in stijl, in deze hangar op vliegveld Valkenburg. Net als bij het team uit Twente is waterstof de energiebron, maar rijden ze wel in een andere klasse. Je hebt de Urban Concept en de prototype klasse. De prototype klasse waar wij in meedoen, die heeft heel veel vrijheid qua ontwerp. Je krijgt een paar grenzen aan het formaat van je voertuig eigenlijk. En de Urban Concept klasse, de andere, die moeten wat meer richting een conventioneel autootje. Dus die moeten ook wat meer, moeten bijvoorbeeld vier wielen hebben en wat meer op een echte auto lijken. Qua zuinigheid is deze klasse een voordeel omdat je veel extremer kunt gaan. En onze visie eigenlijk is om te kijken wat er technologisch op dit moment mogelijk is om echt zo zuinig mogelijk te gaan, dus echt de grens op te zoeken. Dit is de EcoRunner. Dat is het voertuig waar wij als studententeam van de TU Delft mee aan de Shell Eco-marathon meedoen. Het is een prototype voertuig op waterstof. Dat is te zien aan de brandstofcel hier. Die zet de waterstof uit de cilinder met lucht, of ja, zuurstof uit de lucht om in elektriciteit en water. En daarmee drijven we de motor aan die hier in het wiel te zien is. We gebruiken een asmotor om alle efficiëntieverliezen die met overbrengingen gepaard gaan weg te halen. Dus de as wordt direct aangedreven waardoor je veel meer efficiëntie wint. Hiervoorin zit dan onze coureur, of ja, licht eigenlijk. Je moet vrij klein zijn. Je ligt met je voeten helemaal naar voren en je hoofd hier zo laag mogelijk. En dan wordt die mooi afgesloten. En dan is het een heel klein gestroomlijnd voertuigje waar wij zo zuinig mogelijk mee proberen te rijden. Net als bij het team uit Twente geldt dat de auto een doorontwikkeling van voorgaande jaren is. Zo kent dus ook de EcoRunner op allerlei gebieden vernieuwingen. De elektronica is compleet vernieuwd. Een van de grote vernieuwingen ook in de elektronica is dat we dit jaar voor het eerst data loggen. En daarmee dus tijdens de race in real-time informatie kunnen verzamelen over de EcoRunner. Dan kun je denken aan GPS-data, het vermogen dat de motor vraagt op elk moment, snelheidsdata, dat soort dingen. Je hebt niet zozeer invloed op de data zelf, maar wel op de manier waarop je rijdt, dus meer de strategie die je toepast. Bijvoorbeeld, je kunt aangeven tijdens de race tegen de coureur, je moet iets sneller gaan rijden, je kunt iets rustiger rijden. Dat soort dingen die kunnen we dan tijdens de race in onze simulaties aanpassen en doorverwerken naar de coureur. Een andere grote vernieuwing is van toepassing op de brandstofcel, waarbij de waterstofpomp uit het systeem is gehaald. Dat houdt in dat vanuit de cilinder het waterstof met een aantal drukverlagingen direct de brandstofcel ingaat. Dat neemt met zich mee dat je minder verliezen in je systeem hebt, omdat je geen waterstofpomp meer hebt. En dat zorgt er dus voor dat je efficiënter kunt rijden. Wat dat ook met zich meebrengt is dat wij een gepulseerde toevoer van de waterstof hebben in de brandstofcel in plaats van een constante rustige stroom. We hebben dit jaar een compleet nieuwe achterophanging. De achterophanging is ook dus gaat gepaard met de stuurinrichting omdat wij achter sturen. Dat houdt in dat we dit jaar dus een systeem hebben bedacht dat veel minder kans heeft om vast te lopen dan vorig jaar. Ook is de ophanging gewoon, hij zorgt dat het wiel dus echt op zijn plek blijft en alleen kan draaien in de richting die je wil dat hij kan draaien. Ook een van de vernieuwingen is dat we dit jaar zijn overgestapt naar een mechanisch stuursysteem in plaats van een elektronisch. Dit is dus gedaan vanwege allerlei regelgeving die het steeds lastiger maakt om een elektronisch stuursysteem te kunnen gebruiken. Het stuursysteem werkt dus een beetje zoals in een roeiboot. Je moet trekken en duwen omdat de beweging naar links en rechts eigenlijk daar is te weinig ruimte voor de coureur. Je ligt er recht in en daardoor is die beweging belemmer je al gewoon je zicht mee of je benen liggen in de weg. Dus daardoor is deze beweging gekozen omdat dat het beste haalbare is. De techniek liet het team uit Delft de afgelopen jaren nog wel eens in de steek tijdens de wedstrijd. Het belang van goede testen weegt voor deze studenten dus extra zwaar.
We willen natuurlijk de coureurs ervaring op laten doen met het besturen van de ecorunner. Maar we willen ook data verzamelen, kijken of de datalink werkt, of we echt goed de data binnenkrijgen. En ook simulaties verifiëren. Dus we hebben simulaties geschreven die uitgaan van verschillende weerstanden. En we proberen dan met tests te verifiëren hoe goed die weerstanden overeenkomen met de werkelijkheid. En om zo dus het model en de simulatie te verbeteren. Er worden inderdaad rondjes gereden, het sturen wordt inderdaad geoefend met een beetje een soort parcours. Maar er worden ook rechte stukken gereden tot een bepaalde snelheid. En daarna wordt eigenlijk de motor uitgezet en wordt het uitrollen gemeten, dus de afstand die je uitrolt. En daarmee kun je zeg maar je weerstandscoëfficiënten terughalen en daarmee je model dus beter maken. Op een testdag wordt dus vooral gekeken of alle elektronica goed functioneert. Maar het is ook voor de coureur een nuttige dag. Want ondanks dat de auto tijdens de race niet veel harder dan 30 km per uur gaat, heeft de coureur wel degelijk invloed op het eindresultaat. De coureur bepaalt uiteindelijk de route die er gereden wordt. Dus je moet dan een afweging maken tussen de kortste route rijden en ook een route rijden die het minste wrijving maakt, dus niet al te strakke bochten. En daar is de driver heel belangrijk in. En daarnaast is al het gewicht wat je meeneemt is negatief voor de zuinigheid. En daarom hebben ze natuurlijk zo licht mogelijke mensen gezocht om dit te rijden, waaronder mij. Aan de voorkant zit een klein ruitje, maar als je erin zit dan lig je vrij horizontaal. Dus dan zie je eigenlijk alleen maar recht voor je. En er zitten ook wel twee zijraampjes, maar dan zie je alleen maar recht naast je en recht aan de andere kant naast je. Dus daarom hebben ze dit jaar nieuw twee cameraatjes met twee schermpjes gedaan, waardoor je schuin voor je kan kijken. En ook twee achteruitkijkspiegeltjes, dat je een beetje schuin achter je kan kijken. En dat is op de race belangrijk, omdat er dan heel veel wagens tegelijk daar rijden die ook op andere snelheden rijden, omdat ze in andere klassen zitten. De Shell Eco-marathon vindt van 15 tot en met 19 mei plaats in Rotterdam. Bij de finale dag zal Twix aanwezig zijn om te kijken hoe de teams van Twente en Delft het ervan afbrengen.